Nou, we zijn nu vlakbij Nietap. Tussen Nietap en Ter Heil, daar ligt het landgoedje Natuurschoon. Het is van de vereniging Natuurschoon, eigenlijk een particuliere vereniging. Die in 1921 dit hebben aangekocht om te behoeden van kap. Dus dit is eigenlijk al een heel oud bos. En het is natuurlijk bijzonder dat een groep eigenlijk particulieren een landgoed kopen. En al 100 jaar in bezit hebben en het beheren als natuurterrein. En het is ook een bijzonder gebied, hè? Ja, zeker. Wij zitten hier eigenlijk in een potkleigebied. De ijstijden hebben hier potklei afgezet. En hier werd vroeger potklei gewonnen om stenen te maken. Dus het is eigenlijk al een heel oud bezit. Vroeger zat hier de monniken van Aduard. Die hadden hier een soort buitenhuis. En ze hadden hier een steenfabriek. En dat maakt het gebied ook bijzonder. En dat gaan we ook terug zien in het huis. Nou, waar ze die potklei gewonnen hebben, dat is niet zo heel erg goed te zien. Maar wat wel te zien is, juist die flora die hier in die oude bos groeien. Oké, nou, ja. Gaan kijken. We gaan eerst hier even langs. Nee, wat natuurlijk al opvalt is hier de bosanemoon. Die groeit op iets rijker, lemere grond. Nou, ze staan nog in bloei. Het is net een beetje over de hoogtepunt heen. Het is een hele mooie bodembegroeier. Omdat u nu nog geen blad aan de bomen zit, provoceren van het zonlicht. Dus als de blad aan de bomen zitten, dan verdwijnen ze. Dus ze groeien net op het goede moment. Soms lijkt het net of er sneeuw in op de grond ligt. Zo kan het de bodem bedekken en bloeien. Ja, je blijft eigenlijk kijken, want er staat zoveel. Hier staat bijvoorbeeld ook een hele mooie groeiplekje van Grote Muur. Tussen de bosanemoontjes. De bosanemoontjes zijn nu uitgebloeid, bijna. En de Grote Muur, die bloeit nu volop. En als je hier dan onder die bomen doorkijkt, het is allemaal wit. Het is echt heel fraai. Nou zit hier nog een vink te roepen. Mooie vinkenslag. Een hele mooie waterpartij. En dat maakt dit gebied zo gevarieerd, omdat die potklei in de bodem zit. Blijft water ook boven die kleilaag hangen. En kunnen ze ook waterpartijen aanleggen. Maar verderop in het bos is ook nog een vijver gegraven. Dat was de goudvissenvijver. En die bestaat natuurlijk ook al vrij lang. En die, dat was natuurlijk om te wandelen, is het heel apart ingericht. Maar het is wel echt aangelegd. Nou, hier komen we bij de goudvissenvijver. Ze hebben netjes een hekje omheen gedaan. Dus dit lijkt dan een beetje op meer op een parkachtig landschap dan een natuurgebied. Maar dat past natuurlijk soms prima samen. Ja, een bleeksporig bosviooltje. Hij heeft hier het spoor is bleek. Als je dan van maatsviooltje hebt, die is blauw. En die bloeit natuurlijk wat eerder. Maar leuk, hier heb je dan eigenlijk twee verschillende soorten mooie planten. De bosanemoon en dan bleeksporig bosviooltje. En dan weer speenkruid. Ja, dat maakt het wel heel mooi. Al die, kijk eens hoe mooi die bosanemonen hier in het bos groeien op de hogere, drogere stukken. Het is gewoon helemaal wit aan die kant. Maar we zijn nu bij een pingo. In het vagevuur. En wat is dat? Vagevuur is een pingo. Dus eigenlijk een waardje die ontstaan is door een ijslens in een van de ijstijden die in de bodem aangroeide door grondwater. Het materiaal omhoog duwde en van het ijs gleed dus de grond af. En zo ontstond eigenlijk een laagte waar uiteindelijk veen in is gevormd. Dus dit was eigenlijk een dichtgegroeide vennetje, kun je wel zeggen. En het is eigenlijk al heel oud. Hier zit ook nog een dodaasje onder. Nou, we zijn weer terug. Ja. Mooi stuk is het. Ja, heel mooi. Ik was blij verrast hoe mooi het hier is. En zeker de moeite waard voor een wandeling. Zeker in dit seizoen, eind maart, begin april, als de bosanemonen bloeien. Ja, dan weet je niet waar je ziet, zo mooi.